Er zijn heel veel lettertypes, maar toch kan het gebeuren dat uit het grote aanbod dat lettertype wat je voor ogen hebt niet te vinden is. Maar geen nood, er zijn programma's waarmee je je eigen lettertype kunt ontwerpen. Een van die programma's, een hele uitgebreide, is Birdfont. Hoe je Birdfont kunt gebruiken zie je in deze toe. Ik ben gesurfd naar birdfont.org. Je ziet dat het een free font-editor is. Ik download het programma. En ik installeer het. Het programma is nu geopend. Klik eerst bovenaan op Nieuw lettertype maken. Je ziet nu de tekensets. Bij alle symbolen krijg je de lettertype te zien die je zelf hebt gemaakt. Bij standaard kun je letter voor letter en symbool voor symbool je eigen ontwerpen maken. Dat kan overigens ook bij Unicode, maar dan is de keuze wel zeer uitgebreid. Ik houd het bij standaard. Je dubbelklikt op een letter. Aan de linkerkant zie je nu een zeer uitgebreide gereedschapskist. Je leert deze uiteraard het best kennen door ze te gebruiken. Ik beperk me in deze houthoed tot een enkel voorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld tekenen uit de vrije hand. Als je dan streek kiest, maak je een dikke letter. Je ziet dat de dikte 2.00 is. Als je die dikte wilt wijzigen... Klik je erop en stel je bovenaan de dikte in. Ik kies ook een rond lijn-einde. Nu kun je de letter tekenen. Als je iets fout doet, kun je dit ongedaan maken met Ctrl plus Z. Bovenaan zie je met welke letter je bezig bent. Als je terugkeert naar Overzicht, zie je een voorbeeld van je letter. Door erop te dubbelklikken kun je de betreffende letter aanpassen. Met deze knoppen kun je op verschillende manieren in- en uitzoomen. Als je je lettertype wilt exporteren moet je het eerst opslaan. Dat doe je via de knop rechtsboven. Hier kies je bestand en daarna opslaan. Je dubbelklikt steeds op de schijf en vervolgens de map waarin je het bestand wilt opslaan. En bovenaan vul je de naam in. Daarna kun je exporteren. Ook weer via de knop rechtsboven. Dan kies je Importeren en exporteren, en vervolgens Lettertype exporteren. Je vult weer de naam in. Hier zie je de gekozen map waarin het bestand staat. Standaard wordt het lettertype in drie indelingen geëxporteerd. Je kunt eventueel één of meer vinkjes verwijderen. Daarna klik je op Exporteren en dan lijkt er niets te gebeuren. Maar als ik de map in beeld breng waarnaar ik heb geëxporteerd, zie je hier alle drie de opgeslagen indelingen. Ik dubbelklik hier op het TTF-bestand. Je ziet nu dat bij de voorbeeldletters de B is veranderd in het door mij ontworpen lettertype. Via installeren wordt het lettertype automatisch in de map Fonds geïnstalleerd. We controleren dat in Word. Je ziet dat je het lettertype hier kunt gebruiken. En als je het niet vindt, typ het dan in. En als ik de B type, zie je het resultaat. Als je echt aan de slag wilt met het ontwerpen van een lettertype, kun je dit programma zeer goed gebruiken. Maar dat het zeer tijdrovend is, mogen duidelijk zijn. Tot zover deze how-to over Birdfont.